In jouw Zoksite heeft op de site in Zwijndrecht in de Antwerpse haven al jarenlang een historiek van co-siting. Een voorbeeld is Beko 2. Zij vangen een CO2-stroom op bij ons en gaan die in de markt als grondstof verkopen. We waren op zoek in een tijd naar een partner die een voldoende grote en voldoende zuivere CO2-uitstoot had. En zo zijn we in de haven terechtgekomen bij Enyas. Een andere samenwerking is die met Van Moer. Dat is een logistieke partner die bij ons op de site gevestigd is. Een erg leuke samenwerking is daaruit ontstaan. We hebben ons site logistics uitgewerkt en vandaag de dag verzorgen wij daar ons site met 30 process managers de activiteiten. En er zijn nog verschillende andere zaken die in de pipeline worden bekeken. Je moet samen kunnen gaan en Enyas is iemand die daarvoor open staat, andere partners op de site toe te laten en zoekt naar partnerships. Wij hebben over de jaren heen heel veel expertise kunnen opbouwen dankzij Enyas hun input. Waardoor uiteindelijk Van Moer op onze site in vele gevallen alles doet van bij het binnenkomen van de lege containers tot en met het terug buitenrijden van de gevulde containers. En uiteraard biedt ons dat de mogelijkheid om dit verder te kunnen commercialiseren binnen de haven aan het cliënteel die bij ons komt aankloppen. Die win-win voor beide partners is duidelijk. Voor ons is het ons businessmodel. We hebben ons product dat we op de markt kunnen brengen en vermarkten. En voor Enyas is de win dat wij de CO2 voor hun opzuiveren en uit de lucht halen. Zo is er de afgelopen 10 jaar al meer dan 1 miljoen ton CO2 nuttig gebruikt in plaats van dat volume in de atmosfeer terechtgekomen is. Ik kan alleen maar aanraden om veel te sharen, expertise te delen. Dat gaat ons alleen naar een hoger niveau brengen. En we hopen daarmee ook in de toekomst te kunnen meebouwen aan een duurzame haven.